We zijn weer terug live met in de studio Mieke Visser van de SP. En dit keer is Besteman weer aan de tafel aangeschoven. En Jan Stop is blijven zitten. En ze gaan het hebben over cultuur. Ja, we gaan het over cultuur hebben. En in Borne. Cultuur, onder andere, dan komt in beeld het cultuurhuis natuurlijk. Wat daar gebeurd is. Wat specifieker kunnen we het hebben over de cultuur in de zin van wat er tenminste op wat mij erg interesseert is het hele kunstgebeuren en cultuurgebeuren wat er aan de hand is. Maar laten we het maar beginnen over het cultuurhuis, wat daar gebeurd is. In hoeverre, hoe bedroefd ben je daarover? Wat het gaat over, vooral over die bezuinigingen van 3 ton. Ja. Er is een soort oplossing bedacht, hoe dat nou gaat. Ja. Maar het cultuurhuis zit nu wel met de brokken. Ik bedoel, je hebt een heel nieuw cultuurhuis. Je wil van alles wil je gaan doen. Dat proberen ze ook. Ja. Maar ik bedoel, als er geen geld is of als er niks kan, dan kun je natuurlijk ook niet verder ontwikkelen. Dat ligt natuurlijk ook voor de hand. Ja, ik vind die bezuinigingen op het cultuurhuis, ook zoals ze in eerste instantie gepresenteerd zijn, wat ondoordacht. En er is gelukkig daarna overleg geweest en bestuursleden hebben ook ingesproken. De directeur heeft ook ingesproken. Gelukkig is daardoor wel een iets genuanceerde beeld ontstaan. Maar we moeten ons inderdaad realiseren. Het cultuurhuis draait op zich, is in ieder geval toch een bruisend centrum. En we moeten ons realiseren dat als je daarin te veel gaat bezuinigen, dat dat ook consequenties heeft. En dat heeft het bestuur en hebben de directeur ons ook inderdaad geprobeerd duidelijk te maken. Nou, waar het nu eigenlijk om draait, is dat zijn met name de welzijnstaken. De partijen willen daar nu samen naar kijken, wat is wijs? En ik hoop dat ze dat ook op die manier doen. Dat ze proberen met een beetje wijze blik en een beetje objectief en kijken, wat is nou verstandig? Kunnen we nou inderdaad taken gezamenlijk doen, hè? Of dat voor een deel dat toch weer door mensen vanuit het gemeentehuis kan worden gedaan. Ja, je mag altijd, vind ik, kijken naar of iets efficiënter kan. Dat kan nooit kwaad. Hè? Ja. Dat kan binnen en buiten het gemeentehuis nooit kwaad. Maar ik denk dat je, als iets een goed bruisend geheel is, er zijn ontzettend veel activiteiten in het cultuurhuis. Mm-hmm. Het is voor alle groepen toegankelijk, van jong tot oud. En ik denk dat je dat moet koesteren. Daar moet je goed bewust van zijn dat wat je hebt, dat je dat niet te snel, te veel gaat schrappen en daarmee eigenlijk het bruisende karakter weghaalt. Het probleem is ook natuurlijk dat als om het cultuur, maar dat merken wij ook met kunst en cultuur, als je dat verder wil ontwikkelen, dan heb je daar gewoon geld voor nodig. Mm-hmm. Om gewoon iets zichtbaar te geven aan de gemeenschap van wat er aan de hand is. Wij komen nu bijvoorbeeld nu tegen dat als je iets met kunstenaars wilt, er is ondertussen een CAO en er zijn gewoon regels hoe je met kunstenaars hebt om te gaan als je daar hun werk wil ophangen. Dan vragen zij gewoon om, ja, maar ik wil daar geld voor hebben. En terecht. Mm-hmm. Heel ja. terecht. Ja. Maar als daar gewoon vanuit de gemeente niet zicht op is om dat te stimuleren, of daar eens een keer een begroting voor te maken, dan en zo staat er natuurlijk, zo'n cultuur staat daar ook tegenover, van ja, je moet mensen die, als je een stukje verder wil ontwikkelen, heb je gewoon armslag nodig. En het hoeft niet allemaal van de gemeente te komen, maar je hebt wel, om daar samen beleid op te maken, moet je wel samen gaan overleggen. Nou, daar zeg je natuurlijk een heel waard woord, beleid. We hebben eerder dit jaar gesproken over de cultuuragenda. Mm-hmm. En toen is daar ook op ingesproken. Ik heb ook aangegeven, ik vind dat de kunst onderbelicht wordt. En bij het bestuderen van de begroting schoot mij in één keer te binnen, hey, waar is de cultuuragenda gebleven? Ik heb toch in april gevraagd dat die cultuuragenda ook via de normale besluitvormingsprocedure in de raad zou komen. En niet alleen als stuk ter kennisneming. Mm-hmm. Dus ik heb gisteravond inderdaad aan de wethouder gevraagd van, zou je toch op de actielijst willen zetten dat die cultuuragenda in de besluitvorming komt? En dus eerst eigenlijk was het voornemen dat die cultuuragenda via de werkgroep van welzijn, cultuur en sport, dat daar alle reacties mee zouden worden besproken en er dan een advies gaat richting
het college. Maar dat raakt even in het... op het reservebankje. En dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Dus we moeten iets wat we begonnen zijn ook gaan afmaken. Dus ik hoop nu, de wethouder heeft mij gezegd dat het op de actielijst komt. Dus dat ga ik even checken of dat ook gebeurt. En dat het zodoende zichtbaar blijft dat we daar echt verder mee aan de gang moeten. We houden het in de gaten. Ja, graag. Zonder meer. Maar goed. Ja. Misschien komen ze wel aan met een voorstel om daarvoor dan ook nog eens even de OZB met 10% te verhogen. Mm. Denk je dat dat een goed idee is? Dat vraag ik aan jou. Nou, ik denk het niet. Ik denk, we moeten de OZB niet gebruiken en misbruiken. Kijk, want anders dan krijg je... kunnen we iets niet realiseren... dan maar de OZB verhogen. En dat betekent dat je dan niet in een eerdere fase... heel kritisch gaat kijken... wat is nou werkelijk nodig en wat is gewenst. Ja. Kijk, we hebben gewoon als gemeente te maken met een... grens aan de inkomsten. En we zijn afhankelijk van het Rijk. En de uitkering van die we krijgen van het Rijk... in de vorm van de uitkering gemeentefonds. Dat is ook niet steeds hetzelfde. Daar zit altijd, als er weer een circulaire komt... een mei-circulaire of een september-circulaire... of een december-circulaire... er zitten altijd weer verrassingen in. In de plus, maar ook in de min. Ja. En de ontwikkelingen... Ja, kijk, als je een... het gewoon bedrijven hebt, ik noem maar een schoenenfabriek... ja, dan weet je, je hebt ontwerpkosten, je hebt productiekosten... je hebt inkoop van je leer en andere materialen. Dat is redelijk overzichtelijk. Dan kan je nog een heel groot bedrijf hebben... dat je nog allerlei commerciële kosten hebt. Maar dat is bij een gemeente nu eenmaal veel anders... en ook veel minder transparant. En je weet ook niet hoe ontwikkelingen zich in de samenleving afspelen... waar je op moet inspelen, dat er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dat maakt het toch gewoon extra lastig. Ja. En dan heb je ook nog ambities en doelstellingen. Ja, maar vind je dat misschien op sommige gebieden... of misschien wel helemaal cultuur een ondergeschoven kind is? Ja, dat vind ik wel. We hebben veel aandacht in Borne voor het verenigingsleven... En in die zin het cultuur van de inwoners met en voor met de inwoners zelf, met en door de inwoners zelf. Maar ik vind dat kunst, nou muziek is ook wel aanwezig, maar met name de kunst, theater, muziek als theatervorm. Ik vind dat we daar echt meer mee zouden moeten doen. En ook voor ontwikkelingen van kinderen is het belangrijk. Je hebt nu wel het project Muziek in de School. Maar cultuur hoort bij kunst en cultuur hoort bij onze ontwikkeling. Zonder meer. Ja. 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 Er kwam nog een aardige opmerking voorbij van... er was ook een motie van diepe treurnis op een gegeven moment. Ja. En dat vond ik nog wel heel interessant. Ik bedoel, en toch wil ik een beetje vrolijk eindigen. Maar waar ging die motie over? En wat is de bedoeling... Zit daar iets achter in de zin van... nou, we willen toch wel iets helder hebben? Of wat is helder, de ondertoon? Helder, het is een motie van treurnis. Daar wilden we als oppositiepartij een signaal afgeven. Dat er echt, zoals met de begroting ook... een aantal bezuinigingen naar onze mening... toch te weinig onderbouwd waren. En dat het beleid, de consistentie in het beleid groter moet. En dat er meer van tevoren wordt nagedacht. Hoe kunnen we dit doen? Zoals met de cultuurhuis ook. Dat gaat allemaal dan even toch te kort door de bocht. Beter nadenken, beter bewust zijn in hoe pakken we iets aan. Wat kost het? Hoe gaan we het uitvoeren? Dus we hebben een signaal willen afgeven. Ik zou zeggen, Mieke, bedankt voor dit gesprek. Zonder treurnis. Oh, heel graag gedaan.